Nooit eerder gaven de gemeenten zoveel geld uit als nu. En nooit eerder leek de journalistieke controle zo mager. Maar is dat een probleem? Want gemeentes hebben geleerd om rechtstreeks te communiceren met de burger. En de gemeente Gulpen-Witten bijvoorbeeld doet dat zo goed qua gemeenteraadsvergadering, dat binnenkort de provincie Limburg op bezoek komt om te leren. We hebben hier ons microfoonsysteem. Die is draadloos verbonden met een kastje bovenaan de muur. Dat is via de 6 camera's, allemaal HD. Dus de beste kwaliteit op dit moment voor onze raadzaal is dit wel. Het is een volledig automatische regie. Het enige het gedeelte waarvoor ik hier ben, is mocht er iets misgaan, dan kan ik ze op dat moment nog herstellen. En voor iedereen thuis weer van harte welkom. Met corona hebben we gewoon dat eigenlijk ook meteen gebruikt om een fatsoenlijk camerasysteem en opnameapparatuur te plaatsen, zodat er ook livestream mogelijk zou zijn. En dit is de geuzennaam van de pers, de waakhond van de democratie. Maar is dat nog wel waar te maken op lokaal niveau? De voormalig hoofdredacteur van de Limburger, Georges Vogelaar, is sceptisch. Kijk, de gemeenteraad heeft eigenlijk de controlerende taak voor een college. En de journalistiek zit daar weer naast of boven als een soort onafhankelijke beoordelaar. Maar wat je vooral ziet is dat er heel veel gericht wordt op coalitieafspraken. En niet zozeer op de brede politieke processen die gaande zijn. En dus zou je kunnen zeggen, als ze niet in de breedte goed zich kunnen verdiepen, zou je ook wel een beetje die waakhondfunctie, die komt dan wel op het spel te staan. Ja. De coronapandemie heeft er wel heel erg aan meegewerkt dat de techniek belangrijker is geworden. Ook omdat we vooral heel veel afstand hebben moeten houden. Dan hebben we hier de andere camera's nog hangen. Dit zijn dus dezelfde soort, deze twee, als aan de overkant. En dan heb je weer de twee aan de buitenkant. Ze zijn er wel allemaal vrij handig in geworden. Ze spreken elkaar ook aan. Als bijvoorbeeld iemand per ongeluk de microfoon aan laat staan, dan is het, hé, je microfoon staat nog aan. Het idee journalistiek ontstaat ook door de samenwerking. Na met elkaar praten over zaken. Weet jij iemand? Ken je iemand? Doordat de centrale overheid moeilijke taken overhevelde naar de gemeente, wordt ook het werk van de journalist op lokaal niveau gecompliceerd. Die moet ineens inzicht hebben in het functioneren van WMO, van jeugdzorg, terreinen waar de gemeente vaak zelf expertise van buiten moet halen. En het zijn ook nog niet eens de meest eenvoudige kwesties die over de schutting zijn gegooid door de Rijksoverheid. Dus je noemde de WMO of je noemt de jeugdzorg. Op gemeentelijk niveau, op ambtelijk niveau, zijn er nauwelijks mensen die materie beheersen. Laat staan dat je je er heel erg goed in kunt verdiepen. Wat gebeurt er dan? Dat ook journalisten, die in feite min of meer algemeen verslaggever zijn en niet meer een specifieke taakfunctie hebben, dus bijvoorbeeld sociale affaires of politieke affaires, zich nu ook met dat soort zaken moeten gaan bezighouden. Dus die kunnen die ingewikkelde materie ook niet helemaal doorgronden. Dus je krijgt dan dat er maar kleine deeltjes van zo'n kwestie boven water komen. En wat zie je? We hebben bijvoorbeeld gezien in veel gemeentes een tekort op de jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus dan stort elke journalist zich eigenlijk op het gebrek aan geld voor die jeugdzorg. Terwijl je nog geen verhaal hebt gehad over de breedte van wat die jeugdzorg nou eigenlijk omvat en wat de gemeente taak daarin nu precies behelst. Dus het is zoeken naar informeren, maar ook weer niet te diep, want dat kost enorm veel tijd en menskracht. En die hebben die redacties niet meer, naar mijn idee, op dit moment. En misschien ook wel niet meer in de toekomst. Twee, nadat ik iemand speciaal welkom heb geheten. En dan hebben we hier het bedieningspaneel voor de gehele kast. Hier kan dus het licht op worden veranderd. Hier kunnen geluidsfragmenten worden afgespeeld. En hier wordt eigenlijk alles op geregeld. Gulpen is nog in de gelukkige omstandigheid dat er altijd een goede journalist aanwezig is bij het overleg. Andere gemeenten, zoals Maastricht, overwogen recentelijk nog om zelf een journalist in dienst te nemen om verslag te doen. Ja,
Ja, ik vind het inhuren van een journalist. Ik vind het geweldig dat, en dan hebben we het over René Willems, hier gewoon heel actief is en ook de vergaderingen bijwoont. Want die krijgt dus wel heel goed de sfeer mee en kan dat dan ook duiden en in zijn stukjes verwerken. Kijk, toen ik naar Limburg kwam in 1994, trof ik nog een redactie aan met ontzettend veel correspondenten. Overal, lokaal, plaatselijke medewerkers heette dat. Dat waren dorpsonderwijzers of gemeenteambtenaren of een gemeentesecretaris. En die voorzagen ons soms van kleine stukjes, maar vooral van tips waar je mee aan de gang kon gaan. Dat hele systeem, dat fijnmazige informatiesysteem, dat heb ik ook voor een deel opgeheven, omdat het kwalitatief niet goed genoeg was. Maar ook omdat wij toen sterke lokale redacties gingen formeren. Maar de fijnmazigheid is eigenlijk wel uit de nieuwsvoorziening weg. En voor een deel is dat overgenomen door de huis- en huisbladen. Voor een deel is het verdwenen. En af en toe zie je dan nog wel eens in de krant een stukje uit een dorp waarvan je denkt van, oh ja, ja, dat is waarschijnlijk opgenomen omdat ook zo'n dorp af en toe eens een keer genoemd moet worden. Zodat de lezers in zo'n plaats zich ook nog herkennen in wat er gepubliceerd wordt. Dat werd gemaakt via de krant. Het is door de pandemie zo normaal geworden dat eigenlijk alles altijd hetzelfde is. We bereiken meer mensen nu digitaal als dat er vroeger op de publieke tribune zaten. Dus ik hoop ook dat mensen gaan zien wat de gemeente doet en wat die gemeenteraad voor besluiten neemt. Die neemt besluiten die direct een gevolg kunnen hebben voor jouw leven of voor jouw leefomgeving. En ik hoop dat we met deze technieken daar een steentje toe bijdragen om mensen dat te laten beseffen en ze ook naar die stembussen te trekken, want dat is echt heel belangrijk.